Jullie zijn exclusief uitgenodigd voor Playboy's Midsummer Night Event 2011. Echt? Oh, nog eentje. Ja, die is voor jou. Kan alleen maar erger worden, houd vast. Voordat jullie naar de Playboy Night toe gaan, gaan jullie eerst op bezoek bij een BN'er die helemaal thuis is in de wereld van de Playboy. Nou, ik denk dat Jan van Heemskerk een beetje zo'n gladde reclamesnuiter is. Iemand die heel interessant doet, maar uiteindelijk nog vrij weinig kaas van de wereld heeft gegeten. Dus iemand die dan eigenlijk lult over de dingen die hij wel weet en dingen die hij niet weet heel erg gaat verzwijgen, om dan interessant te lijken of zo. Ja, maar ik vind, volgens mij is die baas van de Playboy echt een heel vies mannetje, hoor. Want je ziet altijd foto's van hem dat hij met allemaal blote blonde vrouwtjes in één kamer zit en zo. Dus ik vind het een beetje viezig. Dat is hem. Ja. Ja, maar kijk, wat een verrassing. Hallo. Ik ben Jan Heemskerk. Ja, Jan Heemskerk. Hallo. Ik ben Inza. Dag Inza, aangenaam. Oh. Hi, Brit. Brit, lekker zo. Wat heb je uitgescoord? Ja. Je komt binnen. Okay. Gezellig dat jullie er zijn. Wat een leuke verrassing. Nou, welkom. Het is ook heel toevallig. Ik was net van plan voor mezelf een fles champagne open te maken. Okay. Willen jullie ook? Ja, lekker. Zit. Toen we naar Jan Heemskerk gingen, daarvoor dacht ik echt van, oh, het zal echt een huis zijn met allemaal marmer en goud en zo. Toen kwamen we binnen, stonden er gewoon skelters, trampolines. Toen ik die trampolines zag, dacht ik al, shit, jammer dat ik niet even een broek aan heb. Dan kan ik even een saltootje maken. Toen dacht ik, nee, oké, netjes gedragen. Nou, en toen ging ik weer binnen en toen deed hij open. En het huis was echt totaal anders dan de tuin. Echt een heel apart huis met allemaal hertengeweien en elandgeweien en doodhoofden en zo van beesten. Mijn collega Danny, die kwam van de week, want ik ben een hele lange mail over jou aan mij gestuurd. Van mij? Ja. Oh nee, dat hij zei nee, van, dat hij zei van dit is echt een gouden tip, die moet je hebben. Dus ik ben onmiddellijk gaan googlen. Nee, ik ben klein en dik en ik heb geen lange benen, dus er meer was voor jou. Het is helemaal niet belangrijk wat jij vindt. Ik zeg dat je er goed uitziet. Ik weet ja, toch, dank je wel. Ik wil het zeggen, ik heb daar toch verstand van, of niet? Ja. Nou dan, hello. Dat tegengesprek altijd, dat begrijp ik van die vrouwen. Ik weet deze dingen. Ja, nee, ik vind het heel gek dat hij Brit probeert over te halen om in de Playboy te staan. Aan de ene kant snap ik het wel, want het is bekend. Maar aan de andere kant, de manier waarop ze steeds op camera is geweest, gewoon bij de voorgaande televisieoptredens van Brit, vind ik haar nooit heel erg seksueel overkomen of zo. Ik denk dat mensen die heel erg geilen op Brit, ook geilen op meisjes van 16 of zo. En dat vind ik een heel erg eng idee. Er zijn net zoveel mannen die kleine borsten mooi vinden als mannen die grote borsten mooi vinden. Fact. Echt waar? Ja, gewoon helemaal nee. Evenredig verdeeld. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon smaak. Dat is Nederland. Je hebt nog hoop. Dan zou voor een paar ton zou ik dus wel overwegen om naar de Playboy te gaan. Om daar dus te poseren. Want voor minder kun je niet verhuizen naar een ver land zoals Spanje of zo, waar je met rust wordt gelaten. Ondanks dat je in de Playboy hebt gestaan. Oh, nu moet ik eerst even lachen hoor. Ik zie Imke meteen vol me in de Playboy. Nou, we gaan vanaf naar het Playboy feestje. En als ik dan was bij Amerika bij. Weet je ook weer? Hefner. Ja. Playboy. Gewoon vrouwen rond een konijnvormig man. Zwembad, wulpsen ronddansend en dan één man? Of moet ik me iets anders bij voorstellen? Ja. Vanavond. Ik denk dat het vanavond een beetje anders zal gaan. Ja. Hoe groot percentage vrouwen, denkt u? Ik hoop dat het zo gelukt is om het half-half, dat is het streven tenminste, want dat is wel zo gezellig. Er worden ook wel eens feestjes meegemaakt dat er dan 10 vrouwen en 100 man staan. Nou, dat is niet zo gezellig voor jullie, dan al die kerels die allemaal vrouwen. Ja. En dan is het een beetje nerveus wat je daarvan. En andersom is het ook niet nodig. Weet je wel, 100 vrouwen op 10 mannen. Dus we proberen altijd een beetje te gaan voor gelijk. Dat is wel het leukste. Okay, maar gaat u er zelf ook heen? Nee. Ik vaardig mijn oudste zoon vanavond af. Vader die moet uitrusten. Het kan niet elke dag feest zijn. Dus ik blijf lekker thuis en ik stuur junior en die. Want die gaat het laten overnemen? Of, Nee, dat denk ik niet. Ik hoop tenminste niet voor die arme jongen. Het verschrikt. Nee, ach god, laat hem. Maar dat zou toch wel trots zijn? Dan wordt het een Nederlandse familie. Dat over 100 jaar nog steeds. Ik denk dat iedereen het hele mensen een hartaanval krijgen als mijn zoon het gaat doen. Dus dat moeten we maar niet willen. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment heel blij zijn dat ze van mij af zijn. En dan moet het maar weer eens een ander wezen. Oh. Opdracht schijn ik jullie te moeten geven. Zullen we die gaan pakken? Ligt die op tafel? Ben een rode envelop. Ik heb er niks mee te maken. Dus wat het ook is, die is mijn schuld, is het niet. Wie? Ja, jij? Nou, ik wil wel weten wat het is natuurlijk. Dat is een verschrikkelijke opdracht. Jullie krijgen een missie. De missie is, vind de leukste man op het Playboy's Midsummer Night event. Ja, dat kan uit veel wezen, want ik ben er niet. Maar goed, het... Je was al bezet. Oh ja, maar ik kan nog steeds de leukste man van mijn feest zijn, of niet? Dat is waar. Ja, nee, we hoeven er niks mee te doen, godzijdank. Nee, dat is zeker. Oké, maar
Heb je al een idee wie de leukste man daar is? Ik of, ja, mijn zoon waarschijnlijk. Oké. Het is leuk kennis te maken. Wij zien elkaar nog wel. Is goed. Dankjewel voor al. Ja, nou, jullie zien elkaar. Nee, ja, ik voel me niet afgewezen. Want ik zou echt pas over 35 jaar willen. Wanneer ik er echt gewoon het lef voor heb. En dan ben ik gewoon een soort van oud wijf deze met hangende tietjes. Ja, wie weet is dat zo'n wat trend, joh. Ja. Hè? Ja. Nee, maar dan ben ik nou zo lang dood, joh. Dat is over 25 jaar. Dan kan ik op een trampoline, kan ik echt gewoon met zwiepende tieten die in één hier en de ander daar. En dan vind jij een hele malle idee. Ik heb gekke ideeën, joh. Ja, maar dat is wel leuk. We hebben het er nog op. Beginnen we wel met Brit. Ja. Hoe denk je dat je mensen dan hitsig gaat krijgen op de dansvloer? Hitsig op de dansvloer? Ja. Volgens mij is het eigenlijk overal wel een hitsig gebeuren. Ik heb nog nooit zo'n feestje echt meegemaakt. Dus het is wel grappig, weet je, met al die konijnen op de muur en zo. Normaal heb je niet echt konijnen op de muur hangen of zo.